We willen graag in contact zijn met onze huidige en toekomstige medewerkers. Op verschillende manieren onze doelgroep benaderen is daarbij van belang. Hoe we dit doen laten we zien middels de casus van Jordi. Jordi is 19 jaar oud, gestart met zijn rijopleiding in een BBL-traject en zit in het tweede jaar van zijn MBO-opleiding. Hij weet dat hij aan de slag wil als chauffeur na het behalen van zijn CE-rijbewijs. Wij gaan ons best doen om Jordi te stimuleren om door te pakken. Allereerst gaan we Jordi eens feliciteren met zijn rijbewijs en aanmoedigen om door te gaan voor het E-rijbewijs. We sturen hem een WhatsApp en de dag daarna een kaartje. Jordi heeft zich ook aangemeld bij Pitstop en is daarvoor het sectorinstituut herkenbaar als leerling-werknemer. Wij willen graag dat Jordi zijn gehele opleiding afrondt en niet uitvalt. Dus het behalen van een MBO-diploma is erg belangrijk. Als Jordi 's avonds op de bank zit, ziet hij een post op Facebook van het sectorinstituut, waarin hij leest dat hij hulp kan krijgen bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Hij heeft, omdat hij aan het einde van zijn leertraject zit, juist besloten om niet bij zijn leerbedrijf te gaan werken en op zoek te gaan naar een andere werkgever. Maar hoe? Op basis van ons advies is Jordi aan de slag gegaan met de e-learning op Pitstop. Zijn activiteit wordt geregistreerd en op belangrijke momenten wordt contact met Jordi opgenomen. Aan de hand van het voorbeeld met Jordi zie je dus dat we onze doelgroep op verschillende manieren effectief willen benaderen.